Het thema van de Boekenweek is Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden. En het gaat eigenlijk over de zwarte bladzijden in de Nederlandse geschiedenis hier. En ja, onze zwartste bladzijde is volgens toch heel veel mensen de slavernij. En dat is het thema van de fotoshoot. En dan maken wij een parallel met een boek wat in 1883 verscheen. Die aandacht besteedde aan de koloniale wereldtentoonstelling. I like history, so it was kind of fun to learn a little bit about the Dutch history. I thought it was an interesting topic because I actually didn't know about the slavery in the history here. Zwarte bladzijden moet je gauw omslaan, toch? Dus moet je verder gaan. The United States has several pages of black stories or bad stories. One is slavery, similar to, I guess, the Dutch experience. So, and fortunately, we were able to come through that. So I would say slavery is the black page of the U.S. as well.